Onno Hoes stapt op als burgemeester van Maastricht. En hij stapt naar de rechter omdat, zegt hij, zijn privéleven moedwillig en schaamteloos publiek is gemaakt. Verder in het nieuws vandaag. Alweer een liquidatie in Amsterdam. Het geweld lijkt niet te stoppen. Een Palestijnse oud-minister komt om het leven bij een demonstratie tegen nederzettingen. Goedenavond. Dagenlang werd er achter gesloten deuren over vergaderd in Maastricht. De toekomst van Onno Hoes als burgemeester van de stad. En vanavond kwam dan de verklaring van de burgemeester zelf. Hij stapt op na wat hij zelf noemt een zeer omstreden perspublicatie. Beelden die zijn uitgezonden door Po-nieuws van een ontmoeting van hem en een jongeman. Theo Verbrugge is in Maastricht, waar de fractievoorzitters Theo nog steeds in vergadering bijeen zijn. Gaat Onno Hoes uit zichzelf weg of wordt hij weggestuurd? Nou, hij is zeker niet gedwongen om op te stappen, zo zeggen de politici hier. Sterker nog, veel politici hebben er echt grote moeite mee dat Hoes zelf die beslissing heeft genomen. Ze vinden dat hij door een televisieprogramma in de val is gelokt. Maar er zijn natuurlijk ook een hele andere kant. Want ja, voor de zoveelste keer is Onno Hoes in opspraak vanwege zijn privéleven. Dat is niet goed voor de statuur van Hoes zelf en is ook niet goed voor het imago van de stad. Een paar reacties uit de politiek. Ik keur een beslissing die iemand zelf neemt nooit af. Want hij... Maar was het zijn eigen beslissing? Ja, op een gegeven moment wordt de druk zo hoog dat het... Jawel, het is altijd je eigen beslissing. En dan wordt de druk van alle kanten wordt gewoon te hoog. Je ziet wat ze de laatste dagen... En ja, ook door de media, die druk wordt zo opgevoerd. En op een gegeven moment, ja, dan denk je... Ieder woord wat hij zegt wordt dan meegenomen van deze affaire en dan kun je niet meer functioneren. Voor ons als Partij van de Arbeid was het niet nodig om onder deze omstandigheden op te stappen. En natuurlijk zijn we ook kritisch over zijn functioneren. Ook wij vinden dat er allerlei vragen zijn over hoe hij het heeft gedaan, hoe hij privé en publiek heeft gemengd. Maar wij vinden de manier waarop zijn privéleven naar buiten is gebracht, vinden wij ook echt zelfs schandalig en onacceptabel. Voor het college hoefde hij niet op te stappen. En meer kan ik daar niet over zeggen. Nou, Hoes blijft aan totdat er een nieuwe burgemeester is gevonden en benoemd. Ja, en dat kan nog wel een aantal maanden duren. Okay. Theo, ik kom zo bij je terug. Ja, het is het einde van een burgemeesterschap van iemand die nog niet eens zo heel lang landelijke bekendheid had. 4 jaar geleden werd Onno Hoes burgemeester van Maastricht, nadat hij jarenlang voor de VVD als gemeenteraadslid in Den Bosch en gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant politiek actief is geweest. Door zijn huwelijk met tv-presentator en theaterproducent Albert Verlinde krijgt hij ook landelijk bekendheid en media-aandacht. Vorig jaar raakte Hoes in opspraak na de publicatie van foto's waarop hij zoenend was te zien met een andere man in de foyer van een hotel in Maastricht. De gemeenteraad gaf hem een waarschuwing en Hoes beloofde zich voortaan netjes te zullen gedragen. Enkele maanden later besluiten Verlinde en hij uit elkaar te gaan. Vorige week was er een omstreden uitzending van Pauwnieuws. Met een verborgen camera registreert dat programma een ontmoeting van Hoes met een 20-jarige man. Die publiceert zijn WhatsApp-verkeer met Hoes en ook delen uit de ambtelijke agenda van de burgemeester. Dit betekent uiteindelijk het einde voor Onno Hoes als burgemeester van Maastricht. Ja, en dus is er nu die verklaring, Theo, van de burgemeester zelf. Die zegt dat zijn privéleven moedwillig en schaamteloos op straat is gegooid. Daar klinkt een enorme woede in door. Hij wil naar de rechter stappen. Ja, hij neemt een advocaat in de hand. En hij zegt, ja, ik wil niet in de toekomst dat politici net als ik vogelvrij verklaard worden. En hij wil dan ook een uitspraak van de rechter. Van wat is nou precies privé en wat is publiek? Ja, voor Hoes komt natuurlijk deze uitspraak te laat. Hij zal op zoek moeten naar ereherstel en een nieuwe baan. Okay. Theo vanuit Maastricht, dank je. De Amsterdamse politie is zeer bezorgd over het criminele geweld in de stad. Gisteravond werd in de Rivierenbuurt een 25-jarige man van Turkse afkomst doodgeschoten. Het was een bekende van de politie. 1 dag eerder werd in de buurgemeente Amstelveen een 34-jarige vrouw vermoord. Ook zij had contacten in de onderwereld. Murat G. werd in de Uiterwaardestraat onder vuur genomen, kon nog net naar een café strompelen, maar zakte daar voor de deur in elkaar.
De fatale schietpartij gisteravond was de laatste in een reeks van 15 moorden of pogingen daartoe afgelopen jaar in het Amsterdamse criminele circuit. Wij zien natuurlijk wel dat veel geweld gebruikt wordt in de stad de laatste tijd. Dat is iets waar wij ons zorgen over maken en dat is ook iets waar wij op inzetten. We kunnen natuurlijk nooit garanderen dat er geen liquidaties of schietincidenten plaatsvinden. Wat wij wel kunnen doen, is het mensen die daar verantwoordelijk voor zijn zo moeilijk mogelijk maken. Door ze bijvoorbeeld op de huid te zitten en te verstoren. En dat is ook wat we aan het doen zijn op dit moment. Ja, verstoren is een gevleugelde kreet. Wat is dat precies? Dan moet je denken aan dat we niet alleen ons focussen op de verdachte zelf, maar bijvoorbeeld ook op de plekken waar zij zich vaak ophouden. Bijvoorbeeld ontmoetingsplaatsen en daar houden wij bijvoorbeeld controles. Overigens lijkt het erop dat de moord van gisteren, links in beeld, niets te maken heeft met die van eergisteren, rechts in beeld. Verslaggever Gerry Eickhoff. Maar hoe dan ook, Gerry, wat is er aan de hand volgens justitie in Amsterdam? Ja, volgens justitie hier is er sprake van een nieuw soort liquidatiegolf. Bij liquidaties in het verleden was het altijd zo dat criminelen boos op elkaar waren. Nu zijn ze vooral bang voor elkaar en vermoorden ze elkaar of mensen uit elkaars omgeving welhaast uit voorzorg. Ook is het zo dat bij de boosheid van vroeger er toch nog wel grenzen in acht werden genomen en de liquidaties dikwijls plaatsvonden op afgelegen plekken en met eenvoudige vuurwapens. Maar nu, met die angst, zie je schietpartijen midden in woonwijken waarbij soms gebruik wordt gemaakt wel haast van echt oorlogstuig. En tenslotte is het zo dat de boosheid van vroeger altijd tot een einde kwam wanneer het conflict was beslecht. Maar de angst van nu kan in principe voortduren tot er nog maar één crimineel over is. Toch, hoewel het gaat om een nieuw type liquidaties, was de oorspronkelijke aanleiding tamelijk klassiek. De oorspronkelijke aanleiding echt wel een conflict was over een grote partij verdovende middelen. En zo langzamerhand lijkt het er inderdaad op dat men in de persoonlijke fetus is terechtgekomen. En angst. En angst, zo van, ik doe het zelf maar, want anders ben ik misschien aan de beurt. Ja. Waar houdt dat op? Ja, dat is lastig. Wij proberen zoveel mogelijk mensen, of de politie dan, zoveel mogelijk mensen te waarschuwen dat ze misschien target zijn. En ook mensen te waarschuwen waarvan wij denken, jij gaat misschien straks wat doen. Dus we proberen aan de voorkant zoveel mogelijk mensen te weerhouden van dit soort feiten. Ja, maar Gerry, dat klinkt toch, als je dat hoort, alsof ze er niet echt veel aan kunnen doen. Nou ja, Rob, politie en justitie doen echt hun uiterste best. Er lopen op dit moment meer dan 20 onderzoeken. Maar ze worden geconfronteerd met twee grote problemen. Ten eerste, de daders weten telkens hun sporen heel goed te wissen. En ten tweede, in de onderwereld wordt in alle talen gezwegen. Dus inderdaad, het enige wat de politie nu kan doen is de criminelen zoveel mogelijk opzoeken. Zodat die het idee hebben dat er telkens wordt meegekeken. En ze zich om die reden misschien toch een beetje inhouden. Maar de politie kan pas echt wat beginnen wanneer er eindelijk eens iemand uit het milieu gaat praten. En tot dat moment is het heel eenvoudig wachten tot het volgende schot. Gerry vanuit Amsterdam, dank je. Gemeenten moeten stoppen met het zomaar weghalen van fietsen op en rond stations. Dat is de oproep van de Fietsersbond. Gemeenten doen het veel te snel, zegt de bond. Fietsen wegknippen. In Utrecht overkwam het vorig jaar 1 op de 20 fietsen. In totaal werden daar bijna 17.000 fietsen weggehaald. En Amsterdam spant de kroon met bijna 74.000 fietsen. Die werden weggeknipt. Dat is 1 op de 11. Ik woonde hier net 3 maanden geleden en toen had ik hem bij het station gezet. En dat was mijn eerste ervaring met de fietsen wegslepen, was die meteen weg. En daarna in de maand daarna nog een keer, in de maand daarna nog een keer. Omdat ik nooit een plekje kon vinden eigenlijk. Elke dag worden er in Nederland zo'n 500 fietsen weggehaald. En Amsterdam is koploper met 200 fietsen per dag. Gemeentes hebben de afgelopen jaren terecht mensen gestimuleerd om op de fiets naar de binnenstad te komen en naar de trein en naar het station. En nu blijkt dat ze gewoon veel te weinig ruimte hebben gemaakt voor fietsen om te stallen. Veel te weinig fietsparkeergelegenheid, veel te weinig fietsgarages. En dan is het antwoord wegslepen. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Toch stoppen ze er niet mee in Amsterdam. Ook al duurt het nog jaren voordat er genoeg goede fietsparkeerplekken zijn. Een stalling onder het Leidseplein, een grote fietsenstalling. Een stalling onder het Beursplein, dat is bij de Bijenkorf. Een heel druk gebied ook. Natuurlijk de stalling bij het Centraal Station. Dus we zijn echt bezig met prachtige stallingen, maar die zijn niet over een half jaar klaar. Sterker nog, u moet daar nog mee beginnen? Allemaal moet daar nog de eerste schop de grond in, ja. En tot die tijd zegt u niet, we stoppen even met het weghalen van die fiets? Nee, want dan kunnen we tegen die tijd niet eens meer er doorheen met die graafmachines. Ben je hard leer? Zet je hem steeds op de foute plek? De eerste keer wel. Toen dacht ik, ik zet hem gewoon naast het rek, want het rek is vol.
De tweede keer, ik heb zo'n mandje voorop en dan paste die niet in het rek. Dus hij stak een beetje uit en toen was die ook al weg. En de derde keer was bij de stad Schouwburg en daar was überhaupt geen plek waar ik hem legaal neer kon zetten. Dus toen zette ik hem netjes weer naast het rek waar niemand last van had, was die ook weg. Amerika dan. Het vernietigende rapport over de martelpraktijken van de inlichtingendienst CIA. Bijna alles was toegestaan om de verdachten van 11 september aan de praat te krijgen. Principes van de rechtsstaat werden opzij geschoven. Verdachten werden afgevoerd naar buitenlandse gevangenissen. Zonder lastige pottenkijkers werden ze daar gemarteld. De onthullingen leidden tot een schokgolf van reacties. President Obama verbood de martelpraktijken toen hij aantrad in 2009. It was important for us, I think, to recognize that part of what sets us apart is when we do something wrong, we acknowledge it. De Republikeinen verwerpen de conclusie van het rapport op één persoon na. De man die jarenlang als krijgsgevangene werd gemarteld in Vietnam. I know from personal experience that the abuse of prisoners will produce more bad than good intelligence. We gave up much in the expectation that torture would make us safer. Too much. De CIA zelf houdt vol dat extreme verhoortechnieken nodig en succesvol waren. There was actionable intelligence. There was information provided by Abu Zubaydah, which led us eventually to Khalid Sheikh Mohammed, the mastermind of the 9/11 attack on the United States. So to say there was no actionable intelligence is incorrect. Een gevangene die 3 jaar vastzat in Guantanamo Bay vindt dat er nu koppen moeten rollen. What it doesn't do is get any accountability. So you've got essentially people who've committed crimes. And torture is a crime, kidnap and false imprisonment, they're all crimes that if anybody, a normal person was to commit them, they'd be prosecuted. Somehow there's an immunity for people because the president has said so. Human Rights Watch vindt dat niet alleen de daders moeten worden aangepakt. Really the ones to blame in this case are the senior US officials that authorized the abuse knowing that it was illegal. They're the ones at the top that need to be held accountable for these crimes. En ook in Europa veel reacties op het rapport over de martelpraktijken. Minister Koenders is geschrokken van de details die nu bekend zijn geworden. Hij hoopt dat de Amerikanen bij zichzelf te raden gaan. Het is een ontluisterend rapport, vooral in alle details. Die zijn erg. We wisten natuurlijk al wel een tijdje dat dit soort zaken aan de orde waren. Ik vind het goed dat het rapport ook voor een groot gedeelte openbaar is. Dat er nu ook een fors debat in de Verenigde Staten is. Obama heeft ook afstand hiervan genomen, heeft hij overigens al eerder gedaan. Maar het is natuurlijk een les weer opnieuw. De strijd tegen de terreur kan alleen maar worden gevoerd op basis van respect van mensenrechten. Het is voor veel ouders waarschijnlijk niet een verrassing, maar kinderen die naar een kinderdagverblijf gaan zijn vaker ziek dan kinderen die dat niet doen. 2 keer zo vaak zelfs. Buikgriep, luchtweginfecties, aan dat soort ziektes moet je dan denken. En er is ook onderzocht wat dat de samenleving kost. 100 miljoen euro per jaar. Dat zijn medische kosten en kosten die de ouders maken omdat ze niet kunnen werken als hun kind ziek is. In de maneschijn, in de maneschijn. Er is vandaag maar 1 ziekmelding op kinderdagverblijf De Dijkgraaf in Wageningen. Terwijl het wel de tijd van het jaar is. Veel snotneus op het ogenblik? Ja, heel veel. Het weer slaat om, dus... De neuzen beginnen ook te lopen. Pak maar even de banaan. Omdat de kinderen dicht op elkaar zitten, er veel fysiek contact is en er ook wel eens een speeltje van de ene mond in de andere gaat, ligt de verspreiding van een infectie altijd op de loer. Je merkt inderdaad dat als er eentje begint, dat de rest ook snel inderdaad ziek thuis zit. Ja, veel ouders redeneren dat het er nou eenmaal bij hoort. En dat kinderen op deze manier tenminste een beetje weerstand opbouwen voor later. Het is goed voor een kind om ziek te zijn, om dat proces te doormaken. We bouwen weerstand op, dus dat is op zich gewoon goed. Maar volgens de onderzoeker werkt het toch niet helemaal zo. Als het gaat om ernstige vormen van buikgriep op de langere termijn, dan zien wij dat niet. En kunnen er wel degelijk maatregelen worden genomen om te voorkomen dat deze engeltjes vaker ziek worden? Dat zou dus bijvoorbeeld kunnen zijn het net iets vaker handen wassen. Hè, op de momenten dat dat mogelijk is op kinderdagverblijf, voor en na het eten, voor en na een toiletbezoek. Het kan te maken hebben met het naar huis toeren van kinderen op het moment dat ze echt ziek zijn. Dit soort factoren, daar is mogelijk nog wat ruimte voor verbetering van de uitvoer van dat soort richtlijnen. Waarom doen we de handjes wassen dan? Wat doen jullie er allemaal aan om te voorkomen dat kindjes elkaar aansteken?
Dat is een hele waslijst. Als ze snotneuzen zijn, halen die gelijk weg. Ze aanleren als ze hoesten, een hand voor de mond. Bedjes die elke dag vervangen worden, schoon en in de was gaan. Ja, dat zijn denk ik hele belangrijke aspecten. Het is bijna kerstmis. Wat iedereen al dacht is nu dus officieel vastgesteld. Kinderen op de crèche zijn vaker ziek. Maar daar staan dan wel weer heel veel leuke dingen tegenover. Dat was een mooi boekje. Huh? Ja. Nou, en voor de ouders leuk natuurlijk, ze kunnen werken. En dus, zegt de brancheorganisatie Kinderopvang, die economische schade door ziekte valt daarbij in het niet. KPN schrapt bijna 600 banen. Het bedrijf zegt veel zakelijke klanten te verliezen door de crisis. Ook kiezen bedrijven vaker voor goedkopere communicatiediensten. Bij de consumententak komen er 200 banen bij. Het gaat om monteurs die bestaande klanten beter moeten helpen en nieuwe klanten sneller moeten aansluiten. Het Amerikaanse tijdschrift Time heeft de ebola-hulpverleners uitgeroepen tot persoon van het jaar. Ze worden door Time geroemd om hun heldenmoed. De hulpverleners nemen veel risico's. Ze zetten alles aan de kant om mensenlevens te redden. Een urenlange verkeerschaos rond Eindhoven vanochtend. Kwam door een gekantelde vrachtwagen op de A2 richting Maastricht. Door het ongeluk belandde een lantaarnpaal op de andere helft van de weg. Daardoor liep het verkeer naar Den Bosch ook helemaal vast. Het leidde tot lange files op de wegen in de wijde omgeving. Op de westelijke Jordaanoever is een Palestijnse oud-minister overleden. Zaid Abu Ayn zakte in elkaar na een confrontatie met Israëlische militairen. Hij was minister van Gevangeniszaken en leidde nu een commissie die zich verzet tegen Israëlische nederzettingen. Samen met Palestijnse en buitenlandse activisten was Zayed Abu Ayn onderweg naar een akker in de buurt van een Israëlische nederzetting. Het plan was om daar olijfbomen te planten als protest tegen de nederzettingen. Toen Israëlische militairen de demonstranten tegenhielden, liep het vreedzame protest uit de hand. De oud-minister wordt vervolgens geslagen en geduwd door de militairen. Hierna zakt Abu Ayn plots in elkaar. Met spoed wordt hij naar een ziekenhuis in Ramallah gebracht. Maar dit blijkt tevergeefs. Hij zal het ziekenhuis nooit levend bereiken. Israël zegt dat de oud-minister aan de gevolgen van een hartaanval is overleden. Maar volgens de Palestijnen kwam die hartaanval door het gevecht met de militairen. Het Israëlische leger zegt dat ze het incident gaan onderzoeken. Correspondent Monique van Hoogstraten in Ramallah. Hoe is het in Ramallah, Monique, na wat er vanmiddag is gebeurd? Het is uitgestorven in Ramallah, want alle winkels zijn dicht, alle restaurants zijn dicht, alle activiteiten zijn afgelast uit medeleven, betoon van medeleven aan het overlijden van de minister. Tegelijk zie je wel dat Israël rekening houdt met wraakneming, met onrust. Ik reed net rond op een stukje van de Westbank. Je ziet bij alle ingangen van nederzettingen zijn militairen opgesteld. En Israël stuurt ook nog meer militairen deze kant op. En wat is de officiële Palestijnse reactie? President Abbas noemt het een misdaad. En hij overweegt om de veiligheidssamenwerking met Israël op te zeggen. Daarmee heeft hij gedreigd. De veiligheidssamenwerking met Israël, dat kan je eigenlijk zien als een van de belangrijkste pijlers onder de bezetting. Dat is Israëlische veiligheidsdiensten en Palestijnse veiligheidsdiensten werken nauw samen om onrust tegen te gaan. Als dat wordt opgezegd van deze kant, zou dat voor Israël een slechte zaak zijn. Premier Netanyahu heeft dan ook zijn boodschapper, deze kant opgestuurd om met president Abbas te praten en hem voor te houden dat het vooral belangrijk is nu om de rust te handhaven. Okay. Monique vanuit Ramallah, dankjewel. Ja, de jongste Nobelprijswinnaar die er ooit was, de Nobelprijs voor de Vrede.
voor Malala uit Pakistan, 17 jaar oud. Ze heeft hem in ontvangst genomen in Noorwegen en ze deelt hem met de Indiaanse activist Kailash Satyarthi. Allebei hebben ze volgens het Nobelcomité hun leven op het spel gezet in de strijd voor de kinderrechten. 2 jaar geleden probeerde de Pakistaanse Taliban haar te vermoorden, omdat ze campagne voerde voor het onderwijs aan meisjes. En nu krijgt ze in Oslo de belangrijkste vredesprijs ter wereld. Samen met Kailash Satyarthi, die in India strijdt tegen kinderslavernij. This award is not just for me. It is for those forgotten children who want education. Let this be the last time that we see a child out of school. Let this end with us. Let's begin this ending together, today, right here, right now. Let's begin this ending now. Thank you so much. Thank you. Malala gebruikt haar deel van het prijzengeld, ruim 400.000 euro, om meisjes overal in de wereld toegang te geven tot onderwijs. Dit jaar, 2014, gaat de boeken in als het warmste jaar van de afgelopen 3 eeuwen. Volgens het KNMI is de gemiddelde temperatuur sinds het begin van de metingen nog nooit zo hoog geweest. 11,5 graad Celsius. Normaal is gemiddeld 10,1. Bijna alle maanden waren warmer dan gemiddeld. Alleen augustus viel een beetje tegen. Het eerste record viel al vroeg. Op 6 januari was het nog nooit zo warm als dit jaar. En die warmte hield aan. Begin maart was het de eerste echte lentedag. Dus gingen veel mensen naar het strand. Maar in augustus viel het dan toch weer tegen. Toen was er heel veel regen. Ja, het is nu 3 dagen achter elkaar koud en nat. Ja, gaan we andere dingen bedenken. Maar het leverde dan weer wel een lekker lange nazomer op. Het is echt prachtig weer. Dat maak ik niet vaak mee, nog in november, dat je dan nog ijsjes staat te verkopen. Nou, hoewel het jaar nog niet voorbij is, kan er aan de gemiddelde temperatuur nauwelijks meer iets veranderen. En Peter, dus wordt het hoe dan ook een record, of niet? Ja, dat zit er heel dik in en dat is ook de reden dat we nu al met dit nieuws naar buiten kunnen komen. Want dit is de verwachting voor de komende 10 dagen, als we dat record nog kwijt willen raken, of als we dat nog willen mislopen, dan moet het vanaf nu gemiddeld 2 graden vriezen, overdag en ook 's nachts. En dit is de temperatuur voor de komende 10 dagen. Nou, het is duidelijk te zien, we zitten op zo'n 5 graden gemiddeld. En dat betekent dat dat record echt wel zeker is voor 2014. Het gaat de komende 2 dagen bij ons wel wat onstuimig worden. En vandaag waaide het al flink aan de kust met mooi schuim op de stranden. En dat gaat de komende dagen nog wat meer worden. En de veroorzaker van dat onstuimige weer, dat zien we op de weerkaart heel duidelijk liggen. Dat is dit gigantisch grote lage drukgebied dat in Schotland vandaag zorgde voor een flinke storm met enorme golven voor de westkust van wel 16 of 17 meter hoog. Nou, in Engeland noemen ze dit ook de weather bomb. En u hoeft de BBC maar aan te zetten en het gaat over niks anders dan die enorme storm daar. Goed, bij ons gaan we daar morgen dus ook iets van meekrijgen. En ook overmorgen, dan gaat het bij ons nog flink waaien. Ook met neerslag, nou u ziet al aankomen wat voor weer het morgen wordt. Blauw, dat betekent dat het gaat regenen. En die toenemende wind, we kunnen dus rustig stellen dat het echt wat onstuimig wordt. Nou, dat begint vanavond en vannacht al een beetje met wat buien over het land verspreid. Aan de kust mogelijk ook met wat onweer. En de wind die neemt al wat toe naar zo'n windkracht 7 of heel misschien al een windkracht 8 later in de nacht, maar dan in de kustgebieden. Er is ook kans op zware windstoten, daar is ook een waarschuwing voor. Dus let u ook morgenochtend tijdens de ochtendspits goed op in het verkeer met al die buien en ook met die harde wind. Morgen overdag dan gaat er nog een schepje bovenop met een stormachtige wind, windkracht 8 aan de kust. Nog steeds die zware windstoten, onweer, hagel en in het noordoosten van het land misschien ook natte sneeuw. Nou, vrijdag, en vooral vrijdagochtend, dan hebben we een kleine kans op een heuse zuidwesten storm, windkracht 9 aan de kust. Moet nog even kijken hoe dat zich precies gaat ontwikkelen de komende 24 uur. Maar in het weekend, dan keert de rust weer terug. Dan gaat de wind liggen, dan krijgen we wat zon en een temperatuur van zo'n 6 graden. En tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. Onno Hoes stapt op als burgemeester van Maastricht en hij stapt naar de rechter omdat hij vindt dat zijn privéleven moedwillig en schaamteloos publiek is geworden.
In Nieuwsuur straks ook aandacht voor het vertrek van Hoes als burgemeester om 10 uur op 2. Goedenavond.